De tweede dat ze wilden allemaal, als je Berghuis ziet lopen. En die zei ook in de rust, ja, het gaat allemaal niet zo. Nee, maar hou het beet. Maar de getigheid die hij uitstraalt, straalt toch terug op dat elftal. En ik vond het hele team het goed doen. Achterin ook. Dick, van harte gefeliciteerd. Grootste overwinning onder jouw leiding bij Feyenoord. Had je dat na 44 minuten ook kunnen denken, deze uitslag? Nee, zeker niet. Maar ik ben wel blij wat ze de tweede helft hebben laten zien. Dat was toch een plezier om naar te kijken. En daar zag het eerste helft helemaal niet naar uit. Heel plichtmatig. Had ook een beetje te maken met Willem II. Die speelde goed georganiseerd. En creëerde daar door onze eigen fouten met de passing door het midden een paar aardige kansen om een goal te maken. Nou, dat gebeurde gelukkig niet. En wij maken een prachtige goal vlak voor de rust. En misschien was dat net de bevrijding die ze nodig hadden. Maar zij wisten natuurlijk in de rust ook wel dat je zo niet door kon gaan. En de tweede helft vanaf het begin hebben ze het echt opgepakt. En die slechte eerste helft, kan dat dan toch ook mee te maken hebben dat jullie toch uit het ritme zijn geraakt? 2 weken zonder voetbal? Ja, vind ik wel zo goedkoop. Ik vind het moeilijk te zeggen. Ik wil zeggen, je hebt wat meer rust. Waarvoor kan het de tweede helft wel? Ja, dat heeft natuurlijk ook met je tegenstander te maken. Eerste helft matig, tweede helft hebben ze het goed gedaan. En de wissel, Sinisterra Haps, heeft dat ook invloed gehad op die goede tweede helft? Nou, ik wil nou niet één speler eruit halen dat Haps minder was dan Sinisterra of wat dan ook. Sinisterra is een iets andere speler. Je kiest vandaag voor keeper Bijlo. Was het een moeilijke keuze en hoe heb je het Marsman uitgelegd? Hoe heb ik het? Marsman uitgelegd dat hij weer op het tweede plan terecht is gekomen? Ja, dat hij het voortreffelijk gedaan heeft. Ik bedoel, daar valt niks aan af te dingen. Heel belangrijk voor hemzelf, heel belangrijk voor Feyenoord. Maar uiteindelijk, voordat Bijlo geblesseerd raakte, stond hij bijna in Nederland zelf al. Dus ja, hij is mijn eerste keeper. En als je fit bent, ja, dan ga je erin. Heb je wel je hart even vastgehouden toen hij toch wel geblesseerd leek, na een minuut of 20? Het is maar goed dat je niet gehoord hebt wat ik zei toen. Want wat zei je? Nee, dat kan ik beter niet herhalen. Hey, ik zie hele gretige invallers. Wordt dat toch ook wel een moeilijke opdracht om al die spelers die zo graag willen spelen, om die tevreden te houden? Nee, dat is juist het goede ervan. Als je ze oren weer terugziet. De tweede helft, ze wilden allemaal. Als je Berghuis ziet lopen. En die zei ook in de rust, ja, het gaat allemaal niet zo. Nee, maar hou het beet. Maar de gretigheid die hij uitstraalt, straalt toch terug op dat elftal. En ik vond het hele team het goed doen. Achterin ook. En Linssen staat de laatste 2 weken in de spits. Werkt keihard, maakt tegen PSV een doelpunt, maakt vandaag een doelpunt. Blijft hij dan ook ondanks die concurrentie die aan de deur klopt de komende weken jouw spits? Ja, voor mij wel. Dus als hij zo blijft spelen zoals hij nu speelt, dan is dat die keuze niet moeilijk.